Hoi, leuk dat jullie kijken naar deze video. Vandaag heb ik jullie hulp nodig met de E-Ways Race. Nou, wat is de E-Ways Race? Het is een race waar meerdere scholen aan meedoen, dus mijn school dus ook. En die moeten zoveel mogelijk elektriciteit dingen verzamelen. En daar hebben wij jullie hulp bij nodig. Let's go! Kom nou! Maar wat is e-waste? Het is dat e-waste zijn elektrische spullen wat bijvoorbeeld niet gerecycled wordt. De stoffen die gaan langzaam op. Bijvoorbeeld in een telefoon zit een stukje goud. En dat goud, als dat die telefoon niet gerecycled wordt, kan dat goud niet opnieuw gebruikt worden. En als al het goud opgaat, dan kunnen jullie geen nieuwe telefoons meer maken. Oké, we zijn dus nu bij de container. Ik weet niet of dit mag. Sorry als het niet mag, het spijkt me, maar kijk. Hier komen dus nu zometeen alle elektronica in te zitten. Wow. Nou, welke elektronica mogen jullie allemaal inleveren? Het moet gewoon allemaal kapot elektronica of oude elektronica zijn. Zolang het niet meer doet. En het mogen dus geen losse batterij zijn. Als er een batterij in een elektrisch iets zit, moet je hem er niet uithalen. Dat moet er gewoon in blijven. En het mag niet groter zijn zoals een wasmachine of een... How did it name again? Cool, gast, nee, dat daar om. Waar je kleren in doet en in past. Oh, wasmachine. Een wasmachine? Dat zei je al. Oh, ik dacht dat ik zei een vaatwasser. Dat dacht ik dat ik zei. Maar oké, het mag dus niet zo'n grote stad zijn. En het mag dus alles wat kapot is of oud is en wat niet meer doet, dat mag je inleveren. Zoals ik al had gezegd, doen er meerdere scholen mee aan dit project. Er doen ongeveer 8 mee. En degene die zoveel mogelijk... Wat is het woord ook weer? Elektriciteitspullen ophaalt die. Ik ga er van door. Oh, heb je nodig voor de video? Oké, maar zoals ik al had gezegd, het is de derde keer. Tiende keer. Oké, wil je ons helpen? Ga dan naar ewaysrace.nl. En voer je, als je dingen beschikbaar hebt, vul dat in. Zet de tijden wanneer je thuis bent en dan komen wij het ophalen. Let wel op als je de groep aankiest, dat je CWS van Panhuis aanklikt. Oké, dat was het voor deze video. Maar eerst abonneren en liken als je meer van deze video's wil. Want ik ben nu verslaggever, dus ik hou jullie op de hoogte. Ciao!